geen begrip te hebben voor de daad van Hamas, maar je moet het absoluut begrijpen. En ik vind het ook buitengewoon onverstandig wat dat Nederland zo ongelooflijk snel pal achter Israël is gaan staan zonder enige beroep te doen op het hebben van terughoudendheid, met name voor het beschermen van voor het zorgen dat er niet te veel burgerslachtoffers vallen. Nou ja, dat klopt. Ik hoor hier inderdaad aan tafel en ook bij meneer Rutte in zijn verklaring eigenlijk een soort open einde, een open check aan Israël van nou, ga er maar in en doe maar wat je nodig acht. Wij zullen je niet in de weg gaan staan. Dat is zoals ik de woorden hoor. En dan denk ik, en wanneer, waar ligt dan de grens? Bij 10.000 doden in de Gazastrook? Bij 15, 20, 30? Zegt u het maar. Wat zou u een geoorloofde reactie vinden van Israël? Waar zou u de grens trekken? Ik zou een geoorloofde... Ik denk dat op dit moment wel degelijk er door de internationale gemeenschap, en er ligt een goede taak voor de Europese Unie en voor de Verenigde Staten en de Verenigde Naties, om te zeggen, enough is enough. Het doden aan beide kanten is onacceptabel. Wij hebben als internationale gemeenschap een grote verantwoordelijkheid. Er is geen conflict bijna ter wereld waar de internationale gemeenschap niet zo'n grote verantwoordelijkheid heeft, ook bij het tot stand komen ervan. Dus dat noopt tot ingrijpen. En het zal niet gebeuren, maar het zou mijn lieve ding waard zijn als de Veiligheidsraad zou zeggen, dit is genoeg. We stellen een internationale vredesmacht daar. Die gaat naar Gaza, die ontwapent de boel. Die zorgt dat de mensen bevrijd worden. Maakt niet uit. Ja. Maar er moet vrede komen.